Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Fuberta. En deze keer gaan we kijken naar de oefenopgave die ik aan mijn klas heb gegeven, nummertje 6 en 7, over frequentie en trillingstijd en rekenen daarmee. Nou, opgave 6, ik val meteen met de deur in huis, want daar zitten jullie toch op te wachten. Een scooter heeft een motor die gemiddeld 6000 keer per minuut een ontploffing laat horen. Wat is de frequentie van de ontploffingen? Nou, als we dat gaan opschrijven, dan zet ik bij de gegevens alles wat ik weet. Namelijk, ik weet het aantal ontploffingen. En dat zijn er 6000. Ik weet de tijd, want de tijd is 1 minuut. En er wordt gevraagd naar een frequentie. Nou, als we dit gaan oplossen, dan gaan we natuurlijk kijken van... Hebben we formules die we hiervoor kunnen gebruiken. En zoals je in het introductiefilmpje van deze hele serie hebt gezien, hebben we hier inderdaad een formule voor die we kunnen gebruiken. Namelijk de frequentie is het aantal keer dat iets ontploft per seconde. Alleen, ja, we hebben hier de tijd in minuten. De tijd die moet natuurlijk in secondes. En 1 minuut is 60 seconden. En nu zijn we al zover dat we gewoon de formule kunnen gaan invullen. Namelijk, we kunnen zeggen van oké, als iets 6000 keer ontploft in 60 seconden, dan ontploft het, en ik heb geen idee waarom ik hier mijn rekenmachine voor pak, want hier komt 100 uit. Dan hebben we dus 6000 gedeeld door 60, 6000 ontploffingen in 60 seconden. Dat betekent dus 100 ontploffingen per seconde. En dan hebben we een toon van 100 hertz. En dan hebben we gelijk al het antwoord op vraag 6. En op dezelfde manier gaan we door naar vraag 7. Dat is een soortgelijke opgave. Bij vraag 7... Een snaar trilt in 4 seconden in totaal 1200 keer. Wat is de frequentie van het trillen van deze snaar? Dus we hebben weer gegeven. Het aantal keer dat hij trilt is 1200. En de tijd waarin dat gebeurt is 4 seconden. Er wordt gevraagd naar een frequentie. En dan kunnen we weer gaan zeggen, de oplossing, nou, die formule hebben we net ook gebruikt. Namelijk, frequentie is het aantal keer dat iets trilt per seconde. Dus het aantal keer dat iets trilt, gedeeld door het aantal secondes dat het gebeurt. En in dit geval hebben we 1200 trillingen in 3 seconden. Dus dan hebben we een frequentie van 400 trillingen per seconde, ook wel 400 hertz. Ik had hier nog een B-vraag bij willen maken, besef ik me nu namelijk. Namelijk, de B-vraag zou zijn, wat is nu de trillingstijd? Hoe lang duurt 1 trilling? En ook de trillingstijd zou je op een soortgelijke manier kunnen oplossen, door te zeggen, de trillingstijd is de tijd die we totaal hebben gedeeld door het aantal trillingen. Dus ik had 3 seconden met 1200 trillingen. En helaas kan ik dat niet uit mijn hoofd vergeleken met de vorige. Dan pak ik gewoon een rekenmachine. 3 gedeeld door 1200. Dat is 1/400ste. 1/400ste seconde kan wel. Ik heb hem alleen liever even niet in een breuk. Dus ik druk op de SD-toets. En ik krijg eruit 0,0025 seconden. En op die manier hebben we ook weer opgave 7 doorlopen. Goed, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.